Hey, dag Iris. Hoe zijn de afgelopen dagen geweest? Super. Ik heb van elke dag genoten. Ik heb vooral veel ontspannen. In de zon gezeten met mijn backings, wat gezongen en ja, gejamd eigenlijk. Met elkander. Heel tof. Heb je de teleurstelling van afgelopen dinsdag al een beetje verwerkt? Ja, het was geen teleurstelling. Het was eigenlijk meer een emotionele avond gewoon. Dat ik even dacht van, oh, ik had het toch wel graag gehad. Maar we hebben ons best gedaan en ik heb ervan genoten eigenlijk. Ja, en het is heel, de dag erna was ik terug een fris visken en heb ik gewoon terug genoten van de dag hier en van de weken die mij nog rest, allee, de week die mij nog rest eigenlijk, om dat eigenlijk goed te benutten eigenlijk, ja. Hoe waren de reacties van het thuisfront? Heel goed. Ik denk dat ik nu ondertussen al 300 berichten op Facebook heb gehad van, oh, je hebt dat keigoed gedaan, we zijn fier op u, op Skype ook. Al mijn vriendinnen die waren zo emotioneel om hun vriendin daar te zien staan op een groot podium. En ja, dat vind ik eigenlijk ook. Dat is eigenlijk heel emotioneel om daar te staan. Eigenlijk, dat is echt een heel goed gevoel. Zo. Heel tof. Terugkijkend, wat is de mooiste herinnering van de afgelopen 2 weken geweest? De mooiste herinnering? Ja, dat is op het groot podium staan natuurlijk. Samen met backings en mijn liedje zingen voor heel Europa. Dat vind ik toch het leukste. En daarnaast ook vriendschappen creëren met andere landen. Dat vind ik ook heel mooi. Ja. Als je op voorhand geweten zou hebben dat je zou uitgeschakeld worden, zou er dan iets anders zijn geweest dat je zou gedaan hebben in de act? Nee, helemaal niet. Ik wou gewoon mijn nummer breekbaar maken. Lief, schattig. Een 17-jarig meisje dat gewoon dat verhaal vertelde van een liefde dat stuk is gelopen en ze wilt het nog goed maken. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Eigenlijk. Maar ja, het is een, het komt en het gaat. Weet je, dat bepaalt de toekomst. En ik ben heel blij eigenlijk dat het zo verlopen is. Allee, bedoel, of ik nu door zou gegaan zijn, zou ook heel leuk zijn. Maar eveneens heb ik ook het geluk gehad om op het groot podium te staan. En dat kan niet iedereen zeggen. En ik ben gewoon heel blij. En allee, ik heb ervoor ook al gezegd, wat er ook gebeurt, ik blijf altijd gelukkig. Dus. Achteraf bekeken, denk je dat 17 het beter zou gedaan hebben? Ik denk dat even het gelijk was. Moest ik nu met 17 net gaan, het was ook een traag nummer. Had ook met 3 strijkers geweest en ook met 1 piano had ik ook gestaan met dat kleedje, met hetzelfde kleed sowieso. En ja, dan had oftewel de mensen het beter gevonden of niet, je kunt dat niet zeggen, maar dan, ik denk dat ik ook niet zou doorgegaan zijn. Omdat dan ook hetzelfde was als Would You, maar iets anders, een ander concept. En nee, dan denk ik ook niet dat allee, oftewel, ja, wel, ja, je kunt dat niet zeggen, hè, dat is toekomst gewoon. Als de VRT je volgende keer opnieuw zou vragen om deel te nemen aan het Songfestival, wat zou je dan antwoorden? Ik zou daar wel eens over nadenken en alles eens op een rijken zetten. En ik denk dat ik dat wel terug ga doen, maar dan wel iets helemaal anders. Alleen zo de andere kant van Iris laten zien. Ja. Dus meer een op tempo nummer misschien? Ja, meer op tempo misschien. Ja. Want ik vind het heel leuk in muziek dat je rustige nummers hebt en hevige nummers. Dus ja, dan misschien volgende keer iets meer op tempo gaan misschien, ja. Als je nu morgen terug thuis komt, wat is dan het eerste dat je gaat doen? Frietjes eten, van de frituur. En rusten natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Als je terug in België bent en je zet je muzikale carrière verder, ga je naam dan terug veranderen in Iris, met de A? Oh, dat is moeilijk. Oftewel blijft het zo, oftewel gaan we er iets anders mee doen, ik weet het niet. Maar te veel veranderen is ook niet goed voor een artiest, want om duur weet niemand wat ze eigenlijk tegen mij moeten zeggen. En ik denk dat we eigenlijk het drukste gaan hebben met optredens, want allee, ik heb Eurosong nu gedaan, ik ben er niet door. Maar allee, het betekent niet als je er niet door zit dat dan de carrière stopt of zo. Dus ik kom thuis en dan ga ik eerst frietjes eten, maar daarna ga ik wel terug optreden. Want de weekend dat er gaan komen, heb ik 4 optredens. En daarnaast heb ik nog een cd die ik verder ga promoten. En komt er ook nog een nieuwe single uit, dus ik sta niet stil eigenlijk. Die nieuwe single, wordt dat per toeval het duet met Dien? Dat ga ik nog niet, ja, niet prijsgeven, maar wie weet, ja. Over de toekomstplannen voor deze zomer, staan er al veel optredens gepland? Ja, er staan heel veel optredens gepland, zoals Suikerrock, Pijnzakkerrock, Heer en Tas Feest en zo. Dus ik ben allemaal heel blij met die optredens, ja. En wat zijn de plannen met Iris na de zomer, na de optredens? Komt er dan, ga je dan verder studeren of ga je muzikale carrière verder uitbouwen? Ja, in september start ik terug met mijn school, Grafisch Ontwerp in het 6e gewoon. Dus ik doe mijn jaren nog uit. En dat combineer ik dan met mijn zingen en met mijn optredens. Ja. En verder studeren na het Humaniora?
Wie weet, dat weet ik nog niet. Ik ga eerst mijn zevende jaar doen, want ja, ik heb nog het zesde jaar is dan volgend jaar mijn laatste, zo gezegd. Maar dan kunnen we nog in school nog voor de zeven studeren. Wat eigenlijk beter is om verder te gaan. Dat ga ik dan nog wel doen. En daarna ga ik misschien zien, ga ik misschien voor leerkracht voor PO technisch tekenen en zo. Dus, ja.